Het is afgelopen. Spijt me, Louise. Ik weet niet hoe ik je moet troosten. Het enige is, we moeten dankbaar zijn dat Stéphane niet geleden heeft. Arme monsieur Passière, wie had het ooit kunnen denken? Nou, je wist dat hij een zwak hart had, Louise. Hoe is het eigenlijk gebeurd? Nou, hij viel zomaar gewoon opeens dood neer. En hij had vandaag helemaal niet geklaagd dat hij zich niet lekker voelde of zo? Nee, hij voelde zich kiplekker. Hij heeft ook nog alles opgegeten wat ik hem voorzette. Dit komt allemaal door die ruzie. U had ook gezegd dat hij zich niet mocht opwinden. Over welke ruzie heb je het eigenlijk? Nou, met Lucie en haar man. Oh, Lucie, zijn dochter. Ja. Ik dacht dat die twee elkaar al jaren niet meer gezien hadden. Ja, dat is ook zo. Maar om 11:30 ging de telefoon. Monsieur zat hier toen nog te werken. Om 11:30 nog? Ja, hij nam zelf op. En toen ik hem later zijn chocolade bracht, zei hij tegen mij dat ik niet moest schrikken als om 12:00 de bel zou gaan, omdat Lucie en haar man langs zouden komen. Ja. Nou, ik probeerde niet te laten merken hoe verbaasd ik was en ik ben meteen naar bed gegaan. Maar na een uur werd ik wakker door een vreselijk lawaai. Er was hier een geschreeuw in de kamer. Je kon het door het hele huis horen. Monsieur Passière sloeg met een wandelstok op de tafel en hij riep: ja, jullie hoeven niet te denken dat je uit de penarie zal halen. En zijn dochter riep in de gevangenis en haar man riep in de cel. En monsieur brulde: ja, laten ze jullie maar opsluiten en wat mij betreft mogen ze de sleutel van de cel weggooien. En direct daarna kreeg die arme Stéphane dus een attack. Oh, apropos, Louise, hoe komt het eigenlijk dat je hier helemaal alleen bent? Madame is gisteren met vakantie gegaan. Oh, dat is waar ook, dat was ik vergeten. Ja. Nou, kom, Louise, niet huilen. Dat zou Stéphane niet gewild hebben, hè? Dat weet je. Je moet maar zo denken, hij heeft een fantastisch leven gehad. Succes, verre reizen, vrouwen. Ja, vrouwen, ja. Nou, sinds de eerste Madame Boissière is overleden, heb ik ze hier bij tientallen zien komen en gaan. In alle soorten, maten en kleuren. En dan te trouwen met een vrouw 30 jaar jonger, hij met zijn zwakke hart. Maar ik ken haar soort, hoor, met die laarzen tot hier. Om over de rest dan maar te zwijgen. Nou ja, ze is hoe dan ook zijn vrouw en we moeten haar zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van zijn dood. Oh, we moeten natuurlijk ook zijn dochter bellen. Met dat stel praat ik niet meer. Méricourt heette ze, hè? Ja, Ludovic, monsieur, verafschuwde de naam. Juist. Ja, hallo, monsieur Méricourt. Ja, het spijt me dat ik u nog zo laat wakker bel. U spreekt met dokter Garon, de bovenbuurman van uw schoonvader. Ja, ik moet... Ja, hij is overleden. Ongeveer 20 minuten geleden. Hoe wist u dat? Nee, ik blijf hier. Goed, tot straks. Nou, ze komen eraan. Ja, om te zien of er nog wat te halen valt. Kijk, hier is het vakantieadres van madame Pozzuoli in Italië. Ja, bel jij haar nog maar. Het is heel simpel. Je draait gewoon al die nummers achter elkaar. Ik moet nog even wat formulier invullen. En daarna moeten we hem aankleden. Nou, dat zal hij niet leuk vinden. Ja, hallo. Pronto. Si, buongiorno. Mag ik van u 4578 Club Mediterranee? Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik nog zo laat bel, maar kan ik spreken met madame Boissière? Ze is gisteren aangekomen. Hoezo moeilijk? Is ze niet op de kamer? Oh, u hebt een gemaskerd bal. Oh. Nee, ik weet niet wat ze aan heeft. Ja, ik heb een boodschap voor haar. Zegt u haar dat haar man is overleden? Ja, het is heel triest. Zegt u dat Louise heeft gebeld en dat ze naar huis moet bellen? Ciao! Arme monsieur Boissière, wat zal het vreemd zijn om me niet meer aan zijn boeken te zien werken. Hij was juist bezig met een nieuw boek over Gilda. Hallo? Oh, ze was verkleed als nudiste. Oh. Nudiste op een gemaskerd bal, nou ja. Ja, maar dan met Louise. Ja, 1/2 uur geleden. Met de eerst mogelijke vlucht. Nee, alleen dokter Caron is hier, verder niemand. Tot morgen, madame. Zo, hier is de overlijdensakte. En, heb jij nog gesproken met mevrouw Boissière? Ja, ze komt met de eerst mogelijke vlucht terug naar huis. Goed zo. Oh, dokter, hoe zullen we hem aankleden? Oh, een zwart pak, een overhemd. Oh, gunst, een zwarte pak is in de stommerij. Maar zo'n jaket staat hem altijd zegen, is de geer. Zeg, luister eens even, Louise.
Is dit eigenlijk een comfortabel appartement? Ja, maar dit is toch precies hetzelfde als het uwe, dokter? Nee. Ik heb 1 kamer minder. En ik heb nou net een extra kamer nodig als praktijkruimte. Weet u, dokter, monsieur Boissier was de koning der bestsellers. Wat een talent, arme monsieur Boissier. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Waar is die? Nou, ik heb in geen eeuwen zoveel van hem gehoord en gezien. Niet u niet waar, ik ben een beetje van streek. U bent dokter Caron, neem ik aan. U bent Lucie's echtgenoot? Ja. En dan te bedenken dat hij 2 uur geleden hier nog in de kamer stond. Bent u alleen? Nee, ik ben mijn rijbewijs kwijt. Lucie rijdt en die zoekt momenteel een parkeerplaats. Merci. En hoe heeft zij het nieuws opgenomen? Ach, ze zagen elkaar betrekkelijk weinig, maar ja, hij blijft haar vader. Ja. Toen u hem vanavond sprak, maakte hij toen op u een zieke of vermoeide indruk? Oh nee, helemaal niet. Hij was bijzonder opgewekt. Praten, lachten, maakte grapjes. Ja, hij lachte zo hard dat ik er zelfs wakker van werd. Ach, u heeft ons gehoord. Ja, anders had ik een gehoorapparaat nodig. Ja, ze hadden een klein verschil van mening. Ach, u weet hoe dat gaat, als vaders maar 1 dochter hebben. Nou, Louise vertelde mij dat hij zich bijzonder heeft opgewonden. Ja, hij is nogal gauw driftig en maakt zich gauw kwaad. We kwamen hem opzoeken om hem een gunst te vragen. Een gunst die iedere vader zijn dochter verleend zou hebben. Ho, hij niet. Oh nee, hij weigerde. Hij maakte zich vreselijk kwaad. En ik zei nog, rustig, Stefan, rustig. Straks krijg je nog een hartaanval. En met zijn zwakke hart was het zelfmoord om zich zo kwaad te maken. Ik denk dat er een ader geknapt is of zo. Zo te horen moet dat Lucie zijn. Is hier de slaapkamer? Oh. Ja, doden bezorgen me altijd koude rillingen. U niet? Nou, in mijn vak wend je eraan, vrees ik. Ach, nou zie ik het. Ik heb u dinsdagavond op de televisie zien opereren. Lucie vertelde me wie u was. Ik vond het bijzonder interessant. Nou, om u de waarheid te zeggen, was ik nogal gespannen, hoor. Ach. Ja, ik haat het om live te moeten opereren. Bent u van plan om er nog meer te doen? Misschien. Ah. Als dat ervan komt, dan zal ik u een kaartje sturen. Hè? Dan kunt u een kijkje op de set komen nemen. Ach, bijzonder vriendelijk. Ja, ik ben altijd graag in de keuken als er iemand staat te koken. Beloofd, hoor. Dank u. En dan te bedenken dat ik hem bij het afscheid niet eens een zoen heb gegeven. Stefan kennende, lieve Lucie, heeft hij je dat al lang vergeven? Had ik het maar geweten. Nou, kom. De dokter heeft gelijk. Ja. Je vader had zijn fouten. Het was een vervelende, egoïstische oude rotzak. Maar hij zou het je niet kwalijk genomen hebben dat je hem geen afscheidskus hebt gegeven. Ik in ieder geval niet, hè? Ja, dat is waar. Papa kon hard en gemeen zijn. Oh nee, hij was niet gemeen. Hij was je vader. Hij was mijn vader en hij was gemeen. Kan iemand mij misschien soms helpen om hem aan te kleden? Ja, laat u dat maar aan mij over. Ah, dank u, dokter. Ludovic, ik kan er echt niet meer tegenop. Het is me allemaal veel te veel. Papa dood. En al die geldzorgen. Oh, ik kan er echt niet meer tegenop. Je moet me nog even vertrouwen, nog even geduld hebben, Lucie. Binnenkort zijn alle moeilijkheden opgelost. Maar denk je werkelijk dat je voor maandag aan al dat geld kunt komen? Misschien. Maar 2 miljoen francs. Je bent vandaag toch net zo min in staat om voor maandag aan al dat geld te komen als gisteren of vorige week. Maandag stoppen ze in de cel, Ludovic. Ik weet toch wat ons te wachten staat. Oh nee, Lucie, ik hoef niet in de gevangenis. Jij bent niet reëel. Hoezo? Je weet toch wat de rechter gezegd heeft? Nou, wat heeft de rechter gezegd? Dat hij hem in de cel zal laten sluiten als de schuldeisers hun aanklachten niet zullen intrekken? Nou, er is alle reden om aan te nemen dat ze hun aanklachten wel zullen intrekken. Hoezo? Waarom zouden ze? Omdat ze maandag hun geld terugbetaald krijgen met rente. Hoezo? Omdat ik op het ogenblik in de positie ben om geld te lenen. Ze zullen erom vechten om mij die 2 miljoen te mogen lenen. Ik begrijp jou niet, Ludovic. Och, Lucie. Oh, vanwege de erfenis. Met jouw erfenis en zonder pand zal ik geld kunnen lenen. Ja, maar 2 miljoen francs. Voilà. Wie is er nou in staat om jou zoveel geld te lenen? Marichal. Oh, Marichal.
Hij beantwoordt je telefoontjes al 2 maanden lang niet. En als ik zijn vrouw bel, dan zegt ze dat hij er niet is. Nou, een fantastische vriendschap hebben we met die twee. Als Marichal hoort dat jij een fortuin hebt, dan leent hij ons dat geld wel. Hij zal een boekenrente vragen, maar dat geld krijg ik. Voor maandag al. Maandag ligt er een cheque op het bureau van de rechter. De hele zaak zal in een vriendschappelijk geveel worden afgehandeld. En alle aanklachten wegens fraude die zullen worden ingetrokken. Althans, dat is wat mijn advocaat ermee verzekerd heeft. Je oude instincten komen gelukkig weer boven. Dat mag je wel zeggen, ja. Mijn oude instincten komen weer boven. Wacht, eerst de krant bellen om te kijken of ik het in de ochtendeditie kan krijgen. Ludovic, als het allemaal doorgaat, hè, en Marichal leent jou dat geld, dan mag je echt nooit vergeten dat je dat eigenlijk allemaal aan papa te danken hebt. Oh, dat zal ik zeker niet vergeten. Jij neemt u me niet kwalijk van die sigarettenrook, hè? Ik dacht één moment... Ik kom net van het vliegveld. Arme Stefan. Zo van het ene moment op het andere. Ja, na een ruzie met Lucie en haar man. Ruzie? Over mij? Nee, niet over u. Oh, en waar zijn ze nu? Madame Méricourt is naar de begrafenisondernemer. En monsieur is naar de kerk om te zien of er wat te regelen valt... voor de begrafenis van monsieur Boissière. Stefan, in de kerk. De maagd Maria stort van verbijstering van haar sokkeltje. Lucie stond erop en ik ook. Nou, Louise, kom. Het is allemaal heel triest en treurig, maar het is ook een zegen. Het had nog jaren zo door kunnen gaan. Met zijn ziekte bedoel ik. 69 jaar. Vindt het interessant allemaal, Louise. Wil je er nu alsjeblieft mijn koffers uitpakken? Het spijt me, madame, maar ik ga de lunch klaarmaken. De dood van monsieur Boissière betekent helaas niet het einde van monsieur Méricourt's eetlust. Hallo, Rodolfo. Met Viviane Lievert. Jij ligt vast nog in bed. Heerlijk. Ja, ik ben in Parijs. Nee hoor, hij heeft niet geleden. Oh, maar ik wel. Als ik eraan denk hoe jij er nou bij ligt. Helemaal alleen. Zonder mij. Alweer naar het casino? Hoeveel moet je ze nog betalen? Hoeveel? Jongen, lieve schat, dat kan ik helemaal niet. Ik heb geen cashgeld meer. En je weet toch dat Stefan me geen cheques toevertrouwde? De erfenis. Nee, schatje, dat duurt nog maanden voor ik eraan kan komen. Maak je nou maar geen zorgen, lieverd. En vergeet niet dat ik alles aan jou even heerlijk vind. Ja, schat, vanmiddag. Ik ga meteen naar het postkantoor. Goed, lieverd. Ciao, caro. Ciao.
Ach, kijk eens aan. Wat een charmante verrassing. U moet Vivian zijn. Ach, u bent natuurlijk Ludovic Méricourt. Madame. Mijn arme Stefan heeft me zoveel over u verteld. Daar was ik al bang voor. Ach ja, hij had altijd nogal extreme ideeën. Ik ging ook nooit helemaal op zijn oordeel af. Oh, ik begreep precies wat u bedoelt. Oeh. Is de race u bevallen? Nou, nee, niet bijzonder, nee. De lucht boven de Alpen was erg onrustig. Veel turbulentie, begrijpt u? Ach ja, ik had al veel eerder willen komen, maar ja, er ging geen nachtvlucht. Oh, daarom zijn wij al begonnen met van alles te regelen. Lucie is naar de begrafenisondernemer en ik kom net uit de kerk. Ach, wat ongelooflijk aardig van u. Madame. Ja, weet u, dingen regelen is absoluut niet mijn sterkste punt. Ik ben ook totaal niet zakelijk. Toen mijn arme Stefan me laatst nog meenam naar Maître Boulouche, de notaris, om zijn nieuwe testament op te maken, heeft hij ook zo geprobeerd om alles uit te leggen. Maar ja, ik begreep er niets van. Allemaal zo ingewikkeld. Weet u wat wij eigenlijk zouden moeten doen? Wij? Geen idee. Onmiddellijk een afspraak maken met Maître Boulouche. Nou, vindt u nog niet dat we de zaak een beetje overhaasten? Oh, nee. Hoe eerder de erfenis is verdeeld, des te eerder zullen wij over ons verdriet heen zijn. Akkoord. Ja, met madame Boissière. Ik zou graag even met Boulouche willen spreken. Dank u wel. Goedemorgen, met. U spreekt met Vivian Boissière. Ik heb u een heel erg droeve mededeling te doen. Ach, u had het al in de krant gelezen. Ja, ik belde u omdat Lucie's echtgenoot hier bij me is. En we willen u graag zo snel mogelijk spreken. Over 2 weken pas? Wanneer is de begrafenis? Die is maandagmiddag om 3 uur. Maandagmiddag om 3 uur? Kunnen wij dan dinsdagochtend om 8:30 bij u afspreken? Oh, u bent nooit voor 9 op kantoor. 10 uur stipt dan? Dank u wel. Ik neem aan dat ik contact op moet nemen met de vrienden van Stefan. Nee. De begrafenisondernemer, die regelt alles. Ludovic! Kijk nou toch eens. Ze hebben niet eens een foto van papa afgedrukt. Lucie, dit is Vivian, je vader. Ik weet wat ze is. Pardon. Inderdaad. Ik ben madame Stefan Boissière. En nog moeilijkheden gehad bij de begrafenisondernemer? Nee, geen enkel probleem. Ik heb daar gesproken met een zekere monsieur Atropos. Ah. Hij is nieuw daar, maar ze zeggen dat hij heel erg goed is. Mm-hmm. De begrafenis van mijn papa zal precies zo zijn als voor een staatshoofd. Maar het wordt wel erg duur. Ach ja, maar hoe vaak komt zoiets voor? Precies. En ze doen alle belangrijke mensen. Ach. Ze gaan proberen papa een laatste rustplaats te geven op Père Lachaise. Tussen Sartre en de Beauvoir. Père Lachaise. Dat heeft mijn vader wel verdiend, vind ik. Oh, maar daar zul jij het ongetwijfeld niet mee eens zijn. Nou, Stefan heeft me anders nadrukkelijk verzocht in zijn nieuwe testament om ervoor te zorgen dat hij wordt begraven op Père Lachaise. Ja, niet per se tussen Sartre en de Beauvoir, maar in ieder geval op Père Lachaise. Sinds wanneer papa een nieuw testament laten maken? 2 maanden geleden. Ach, wist je dat niet? Hoor jij dat, Ludovic? Precies wat we dachten. Maar laat ik eens even 1 ding heel erg duidelijk maken, madame Boissière. Ik ben niet van plan me door jou te laten bestelen. Bestelen? Wie is een beetje op je woorden letten, zeg. Testament is volstrekt eerlijk. Alles wordt gelijkelijk tussen ons tweeën verdeeld. Eerlijk? Eerlijk noemt ze dat. Je bent 6 maanden geleden met een doodzieke man getrouwd. En u verwacht je de helft van zijn levenswerk in je zak te steken. En dat noem je eerlijk? Zo.
En wat heb jij dan allemaal gedaan? Niets. Je hebt bij je geboorte een tik op je kont gekregen en dan verwacht je zeker de helft van het geld in je zak te steken. Ha, dacht jij nou heus dat jij meer rechten had dan ik? Dames, alsjeblieft. Mag ik u eraan herinneren dat de overledene nog boven aarde staat? Hallo? Ja, u spreekt met zijn vrouw. Ach, goedemorgen, graaf. Dank u wel. Maandagmiddag om 3:00. Het zal niet makkelijk voor me zijn. Maar ik zal moeten leren zonder hem verder te leven. Dank u wel. Ella, wil je nog eens wat vertellen? Ik beschik over een bijzonder goede advocaat en ik ben van plan om iedere centiem waar ik recht op heb op te strijken. Je hebt gelijk. Je zou ervoor betaald moeten worden om elke dag van die laarzen te dragen. Jouw moeder droeg in bed een regenjas in plaats van een nachtpon. Hallo? Ja, daar spreek je mee. Maandagmiddag om 3:00. Het zal niet makkelijk voor me zijn. Maar ik zal moeten leren zonder hem verder te leven. Dankjewel, Paulette. Toen ik hier kwam wonen, vond ik 23 regenjassen in de kast. Ach ja, zo hebben we allemaal onze eigenaardigheden. Nou, maar ik niet. Nee, dat is waar. Hallo? Ogenblikje, alstublieft. Monsieur Bastide voor u. Ah. De rechter. Merci. Ach, de rechter. Nou, zou ik jullie maar even alleen laten voor het privégesprekje. Moet toch nog een boodschapje doen. Tot zo. Ach. Hallo, Ludovic Méricourt. Ah, goedemorgen, in de lachbare. Oh, nee, er is geen kans op. Ik ga voorlopig de stad niet uit. Bovendien, we hebben een droevig voorval in de familie. Mijn schoonvader, de schrijver, Stefan Wazer, is plotseling overleden. Ja, nee, dat doet aan de plannen niets af. Ik zal zorgen dat ik op tijd bij u ben met het geld. 2 miljoen en de rente. Maar natuurlijk, ik weet, maandag is mijn laatste kans en mijn laatste dag. U kunt erop rekenen. De afspraak was om 6:00. Ja. En mocht u ze maandag op de koolbaan tegenkomen, wilt u dan zeggen dat alles in orde is en uitstekend is geregeld. Ja? Fijn. Dank u. Goedemorgen. Ludovic, hoe kan je dat nou toch doen? Je hebt de rechter gezegd dat je het geld al had. Ja. Wat had ik dan moeten doen? Liegen? Maar gesteld nou dat Marichal dat geld niet wil lenen. Marichal niet wil lenen? Hij kan geen weerstand bieden aan het feit om snel geld te verdienen. Weet je wat hij op het ogenblik aan het doen is? Nu, op ditzelfde moment. Tegen zijn secretaresse zeggen dat hij er niet is als jij belt. Oh nee, hij verwacht mijn telefoontje. Hij heeft al lang de krant gelezen en probeert een graantje van de erfenis mee te pikken. Hij weet dat ik geld nodig heb en dat ik met mijn rug tegen de muur sta. Alsjeblieft, bel hem dan. Oh maar nee, ik pijs er niet over zeg. Hij ijsbeert nu op zijn kantoor heen en weer. Denkt dat het is 12:00. Waarom heeft Ludovic me nog niet gebeld? Hij weet dat ik in de positie ben om hem geld te lenen. Waarom belt hij me niet? Misschien denkt hij dat jij boos op hem bent, hè? Omdat hij je telefoontjes niet heeft beantwoord. Oh, maar ja, hij zou natuurlijk zijn deelneming kunnen betuigen. Precies. Hij draait ons nummer. Krijgt via ons antwoordapparaat te horen waar we zijn. Hij draait. Hallo? Voor u, monsieur. Marichal? Nee, de koster van de kerk. Oh. Hallo, ja? Ah, fijn. Nee, we zullen de stipt op tijd zijn. Bijzonder hartelijk dank. De koster van de kerk om de dienst van maandag te bevestigen. Dit beveelt niet moeite gekost, maar het is erdoor. En... Hallo? Marichal? Het is niet waar. Oh. Hallo? Ja, inderdaad, we hebben elkaar een tijd niet gezien, ja. Waar heb je gezeten? Ach, Tokio, Rome. Ja, ja, voor zaken. Alles goed gegaan? Ja, die is vanmorgen dood neergevallen. Ja, was een hele shock. Maar ja, we zullen moeten leren zonder hem verder te leven. Oh, redelijk, ja. Nou, ik had 2 miljoen nodig, maar die heb ik in die tussentijd al gevonden. Een aparte groep investeerders, ja, tegen een redelijke rente. Ah,
Ik dacht dat jij zoiets eerst met je commissarissen moest bespreken. Ja, als jij met dezelfde voorwaarden komt, 2% minder en de zaak is rond. Zou je dat willen doen? Ja, geweldig. Dat vind ik uitstekend. Als dat zou kunnen, 2% minder en de zaak is rond. Natuurlijk. Dan kunnen we zaken doen. Ja, graag. Nee, nee, ik heb nog niets getekend. Ik kan nog alle kanten uit. Fijn, ik reken op je. Nee, nee, je kunt meer bereiken. Ik blijf voorlopig in de flat van mijn schoonvader. Uitstekend. En nogmaals mijn dank. Tot gauw. En? Hij leent ons 2 miljoen. Oh. We zijn uit de zorgen. Er kan ons niets meer gebeuren. Het is niet waar. We zijn gered. Hoera. Ja. Hoera, hoera. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar we hebben iets te vieren. Er ontbreken 2 pistolen. Hm? Wat zeg je me nou? Ja, er hingen daar 2 pistolen uit 1851 kaliber 36 parelmoederhandgrepen goud ingelegd. Weet je dat zeker, Louise? Ja, een uur geleden toen ik de inventaris opmaakte, hingen ze er nog. De inventaris? Ja, als er iemand overlijdt en de verdwenen spullen, zijn de bedienden de eerste die erop worden aangekeken. Daarom hou ik mijn ogen open, al beschuldig ik niemand. Zelfs madame Boissière niet. Er zijn uitzonderingen. Kom mee, Louise. Moment, waar ga je naartoe? Het zilver tellen. Als er tenminste nog wat over is. Ach. Goedemorgen. Ach, dokter Gamon, goedemorgen. Ah, morgen, dokter. Ja, Vivian vond dat ik nog even bij u langs moest gaan. Ik kwam er tegen in de antiekwinkel. De antiekwinkel? Ja, op de hoek van de straat. Zo. Zat zo'n haast dat we bijna tegen elkaar ontbotsten. Dat is ook toevallig. Kijk, hebt u de krant gelezen vanmorgen? Er een prachtig artikel over Stefan in, hè? Ze hebben veel ruimte aan besteed. Ja, dokter, dat is wel waar. Maar kijk, ze hebben niet eens een foto van papa geplaatst. Ach, u weet hoe journalisten zijn, hè? Ze hebben mij in het televisieprogramma eens dokter Garuzo, de zingende chirurg, genoemd. Nou, ik eiste uiteraard een rectificatie. En weet u wat ze tegen me zeiden? Dat u taplessen moest gaan nemen. Ach. Mevrouw, meneer, ik weet dat dit niet het juiste moment is om erover te beginnen. Maar mocht het zo zijn dat dit appartement verkocht gaat worden, dan zou ik het bijzonder op prijs stellen als u mij dat als eerste zou willen laten weten. Ah, ik begrijp wat u bedoelt. U wilt uw eigen appartement bij dit appartement trekken, juist? Ja. Ja, ja. Ja, ik zou boven mijn praktijkruimte inrichten en dan zou ik hier beneden gaan wonen. En dan zou ik daar in de hoek een trap laten maken om de 2 appartementen met elkaar te verbinden. Nou, als u het mij vraagt, dan kunt u die trap beter aan deze kant laten maken. Nee, nee, nee. Als ik Stefan's slaapkamer wil gebruiken en ik wil de grote boekenkast intact laten, dan is daar hier absoluut geen ruimte meer voor. Kijk u maar. Ook niet voor een wenteltrap? Nee, 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 nee. Ik ben ervan overtuigd dat dat daar de enige goede plek is. Ja, ja. En wat doet u dan met deze muur? Oh, die laat ik helemaal wegbreken. En die daar dan? Die ook. Ah, beide? Ja. Denk niet dat het zo verstandig zal zijn. Nou, gelooft u mij. Het is net als bij een operatie. Als je de zaak helemaal openmaakt, kun je net zo goed alles in één keer weg. Ah, mag ik even weten wat jullie aan het doen zijn? Oh, jazeker. De dokter is aan het bekijken waar hij het beste een trap zou kunnen laten maken. Oh. Nou, mevrouw, mocht het toevallig zo zijn dat u dit appartement... mocht het toevallig zo zijn dat ik ooit eventueel op een dag misschien eens een keer dat appartement te koop zal aanbieden, krijgt u het eerste recht van koop. En daar heb ik helemaal niets over te zeggen? Oh, daar heb je ongetwijfeld een heleboel over te zeggen. Lieverd. Telegrammen vanuit de hele wereld. Dat zou ik even, Elise. Laat zien, Louise. Laat zien. Diep geschokt, mijn oprechte medeleven. William Beverly, wie is dat? De Britse schrijver die van Gilda een kindervoorstelling heeft gemaakt. Amerika rouwt. Amerika? Ja. Simon en Schuster. Atcha! Gezondheid, monsieur. Naar de apotheek. Oh ja, naar de apotheek. Je moet even een recept wegbrengen. Is er werkelijk dan nog hoop?
Kennelijk. Oh, geweldig. Kimia, luister eens even. Dit kan niet, hè? We dromen. Nou, volgens de dokter begint hij anders aardig kleur terug te krijgen. Nee. En toen hij met een lichtje in zijn ogen scheen, reageerde een van zijn pupillen. Nou, wat zegt hij dan nog? Als je dood bent, ben je dood. Wat heeft het anders voor zin om dood te gaan? Je hebt het net zo gezien als ik zo dood als een pier. Hij heeft toch geniest? Misschien was het de kat. Wij hebben geen kat. Oh, oh, nou, dan was het een inbreker die plotseling moest niezen omdat hij zich in geen kast moest verbergen. Nou, Ludovic, dan moet je me toch eens vertellen waarom de dokter hem een injectie heeft gegeven om zijn hartslag te stimuleren. Dan moet je eens even goed luisteren. De dokter heeft zelf de overlijdensakte getekend. Ja. Hij heeft officieel verklaard dat Stefan Mazière de 13 augustus is overleden. Ik heb de akte gezien en in mijn handen gehad. Nou, nou, wat zeg je daar dan van? Ja, wat moet ik daar nou toch van zeggen? Iedereen kan zich toch vergissen? En een dokter al helemaal. Hoe is het mogelijk? Is er dan helemaal geen gerechtigheid meer? Zijn hart klopt weer. Hé? Nog niet erg krachtig, maar onmiskenbaar. De dokter heeft het me laten horen. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Oh, dat is een polshorloge. Zijn polsslag heb ik ook mogen voelen. Het zou toch niet de eerste keer zijn dat het hart van een dode weer gaat kloppen? Was zo ongelukkig omdat hij nog boos op me was toen ik gisteravond wegging. Maar met een beetje geluk kan ik hem nu toch nog zeggen dat het me spijt. Zijn hart klopt. Zijn pols klopt. Geloof me, Lucie, je vader is onze lieve heer niet. Wat zegt de grote dokter Garon ervan? Oh, de grote dokter Garon durft op dit moment helemaal niets meer over papa's toestand te zeggen. Nee, dat verbaast me niks naar de vorige keer. Zeg, Ludovic, ik krijg een zeer sterk het gevoel dat je boos op papa bent, omdat hij weer tot leven komt. Ah, boos? Ja. Ik? Ik ben verloren. Verloren waarom? Omdat als je vader nog leeft, dan staan we weer aan het begin aan de rand van de afgrond. Hoezo? Omdat als het bericht dat men 10 minuten geleden uit die kamer bereikt heeft correct is, dan zit ik maandag in de gevangenis. Hé, toe, lieverd, waar heb je het nou toch over? Gewoon over de feiten. Ja, maar Marichal wil je dat geld toch lenen? Als Marichal hoort dat er geen erfenis is, dan leent hij ons geen cent. Ja, maar waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Omdat als je vader nog leeft, dan kan hij doen en laten met zijn geld wat hij wil. Hij kan het vergokken in het casino, hij kan het wegschenken aan het leger des heils. Marichal is geen gokker. Die leent ons dat geld alleen maar als hij zeker weet dat hij het terugkrijgt. En als er geen erfenis is, is er geen geld. Als er geen geld is, is er geen check op het bureau van de rechter. Vervolgens pikken de schuldeisers alles in wat wij hebben. Ons appartement, de familiejuwelen, de familiebijbel. Alles. God sta ons bij. Vertrouw op hem. Maar Ludovic, luister nou. Weet jij echt zeker dat Marichal dat geld niet zal lenen? Marichal neemt geen enkel risico. Oh nee, ik moet er toch niet aan denken dat die nachtmerrie weer helemaal van voren af aan begint. Oh. Nou, bereid je maar vast op het ergste voor. Tenzij. Tenzij wat? Tenzij jouw vader medelijden met ons krijgt en voor maandag ophoudt met beter worden. Dat is onze enige hoop. Dus we hebben de keus tussen papa of de gevangenis. Je begint het eindelijk te begrijpen, hè? En als ik erin denk hoe fantastisch of ik die Marichal in de haak had en nu dit alles weg vergeet. Nee, geef hem een kans, bid, Ludovic, bid. Bid voor wat, waarvoor? Wat? Ik ga je maar één raad geven. Verdwijn uit mijn leven, ga hier weg en zoek een man die je gelukkig maakt. Hé, toe nou, Ludovic, verman jezelf een beetje. Wees nou toch sterk. Er is toch nog hoop? Die opleving van papa kan niet langer dan een paar uurtjes duren. En er is alle kans dat hij alsnog voor maandag van ons zal heen gaan. Zijn hart klopt. Zijn pols klopt. Ja. Geloof me, Lucie, ik wil echt niet dat jouw vader doodgaat. Dat weet ik toch, Ludovic. Maar het zou wel helpen. Ik begrijp hier niets van. Ik kan hier met mijn verstand niet bij. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Maar hoe is het met hem? Hij heeft net één oog opgeslagen. God, het is toch niet... Misschien was het een zenuwtrek. 12 uur na zijn dood. Dokter, luister nou eens even. Zijn kleur komt terug. Hij heeft een oog opgeslagen. Zijn hart klopt, zijn pols klopt. Ja, dat klopt allemaal. Maar u heeft zelf de overlijdensakte getekend. Ja, ook dat klopt. Maar toen ik hem daarnet onderzocht, waren alle vitale levensfuncties verdwenen. Maar hoe verklaart u dat dan? Heel simpel.
Kijk, een overlijdensakte is één. Maar een overleden is iets heel anders. Ah. Ik wist niet dat die dingen zo gemakkelijk opgesteld werden. Nou, kijk, in het geval van Stefan zou alleen een EEG ons de benodigde informatie hebben kunnen verschaffen. Maar die man had levend begraven kunnen worden. Komen dit soort vergissingen vaak voor? Nou, ik zou het u eigenlijk niet mogen zeggen, maar helaas wel, ja. Oh. Ja. Sommige wetenschappers menen dat er alleen in Parijs dit jaar al 60 tot 80 mensen vroegtijdig zijn begraven. Evengoed is het fascinerend om te zien hoe het lichaam langzaam weer tot leven komt. Hè? Hoe het vecht om te genezen. En hoe lang denkt u dat Stefan met dit gevecht bezig zal zijn? Misschien een paar uur. Een paar uur? Misschien een paar jaar. Een paar jaar? Kijk, als die voldoende herstelt, is er geen enkele reden om hem geen pacemaker te geven. Ja, de wetenschap staat tegenwoordig voor niets, hè. Het ene wonder na het andere wordt uitgevonden. Vandaag en morgen moet je jezelf voor de trein gooien. Om er zeker van te zijn dat je dood bent. Nou, en zelfs dat is niet zeker, want tegen die tijd zullen wij weer in staat zijn om alle stukjes weer aan elkaar te lijmen. Nou ja, de hele wereld stikt vol met honderdjarigen. Miljoenen. Iedereen heeft het recht om 100 te worden. Maar u richt alle pensioenfondsen ten gronde. Ja, de autoriteiten zullen zeker niet in staat zijn om iedereen 35 jaar lange pensioen te garanderen, dat is waar. En hoe denkt u dat economische probleem op te lossen? Iedereen gezond en actief houden. Ja, ja. Allemaal 100 jaar, maar nog steeds aan het werk. Tja, het is de enige mogelijkheid. Kijk, het is de plicht van ons doktoren om ziektes te bestrijden. Hm. En de dood te overwinnen. Anders zouden wij euthanasie plegen door nalatigheid. Over euthanasie gesproken, dokter. Ja. U bent toch een tegenstander van euthanasie? Jazeker. Waarom? Zomaar. Dokter, dokter, hij heeft net zijn handen ontvouwen. Wie? Ongelooflijk. Ach, je bent. En? Hoe is het nou met hem? Oh, hij heeft net één oog opgeslagen. En hij heeft zojuist zijn handen ontvouwen. Maar voor de rest wordt hij geplaagd door een uitstekende gezondheid. Nou zeg, wat een afschuwelijke opmerking. Zeg toch alsjeblieft iets in hypocriet. Ik had net als jij mijn plan al gemaakt. Nou, dat is ook zo. Ah. We hadden allemaal onze plannen gemaakt. Maar je kunt toch niet iemand doodwensen alleen om je eigen probleempjes op te lossen? Dat is monsterlijk, hoor. Oh, ik begin steeds meer begrip voor monsters te krijgen. Hoewel, het is natuurlijk niet zo monsterlijk om het feit onder ogen te zien dat Stefan het met zijn zwakke hartje misschien niet zo heel lang meer uitzingt. Nou, als ze hem een pacemaker geven. Een pacemaker? Oh ja, dan zou hij er wel eens een paar jaar vol kunnen houden. Hij zou wel eens 100 kunnen worden. En dat noemen ze dan de vooruitgang. En bovendien, het wordt nog betaald van mijn belastingcento. Ja, ik zal wat kippensoep voor hem maken, dokter. Kippensoep? Hij heeft honger? Hij zegt van wel. Hij praat. Hij heeft het opgeschreven. Kijk, hier staat het. Honger. Misschien sterft hij wel van de honger. Ja, hij knapt ziende ogen op, hoor. Oh ja, hij voelt zich kennelijk beter dan wij. Ik zal wat extra kippenvlees in zijn soep doen. Ja, alsjeblieft zeg. Stop hem nou niet gelijk vol. Ja, als we willen dat hij beter wordt, zal hij moeten eten. Vivian, toen jij net naar de apotheek ging, heb jij toen aan iemand verteld wat hier precies in de hand is? Nee, hoor. Ha. Waarom? Zomaar nieuwsgierigheid. We hadden er eerder aan moeten denken om die kaarsen bij papa weg te halen. Ja, hij vroeg zich al af wat ze in zijn kamer deden. Wat moeten we tegen hem zeggen als hij merkt dat hij zijn jaket aan heeft? Gewoon de waarheid. Dat hij naar een begrafenis moet. Vivian, waar is het serum? Oh, ja. Ik wil hem nog even een intraveneuze injectie geven. Ik heb het, ik ben er! Waar ben je en wat heb je? Je gaat niet gillen als ik het je vertel. Wat ben jij van plan? Zeg, je gaat papa toch niet vermoorden, hè? Nee, zover ben ik nog niet. Het is de begrafenisondernemer! Oh. Hij
geloof me niet. Hij kijkt me aan alsof ik gek ben geworden. Maar je hebt het toch niet verteld dat monsieur Vachère nog leeft? Ja, natuurlijk, maar dat is toch ook zo? Natuurlijk is het zo, maar je had het hem heel vriendelijk en voorzichtig moeten zeggen. Ja, waarom? We hebben hem toch niet meer nodig? Dan zal ik zeggen dat hij kan gaan? Nee, natuurlijk niet. Laat hem in de hal wachten. Ik moet met die man praten, is het minste wat ik kan doen. Nou, hij doet erg onvriendelijk. Hm? Je kunt wel merken dat hij niet gewend is om een klant kwijt te raken. Luister, we moeten dit slim spelen. Ik zal echt alles doen wat jij zegt, Ludovic. We moeten dit tot maandag geheim zien te houden. Dat kunnen we nooit tot maandag geheim houden. We moeten dit tot maandag geheim houden totdat ik die cheque van 2 miljoen van Marichal in mijn handen heb. Als er dan iets misgaat, dan zit hij met de strop en niet wij. Ja, maar luister nou. Huh? Die begrafenisondernemer, die wil natuurlijk het lichaam zien. Maak je niet ongerust? Hij krijgt een lichaam te zien. Ja. Nee. En doe me een plezier. Hou hem zo ver mogelijk bij het bed vandaan. Ik ben bang dat uw huishoudster een beetje overspannen is. Ze praat over monsieur Boissière alsof hij nog leeft. Dat is trouwens niet heel ongebruikelijk. Sommige mensen weigeren de dood te aanvaarden. Ze vluchten in de fantasiewereld. Oh, ik wist niet dat ze een probleem had. Monsieur Atropos? Ik zou haar maar een beetje in de gaten houden als ik u was. Dat zal ik doen. Dank u. Heeft u nog iets nieuws sinds ik u vanmorgen gesproken heb? Jazeker. De begraafplaats Père Lachaise heeft na enig aandringen van onze kant het belang van monsieur Boissière als schrijver ingezien en ons toegestaan hem daar ten ruste te leggen. Tussen Sartre en de Beauvoir. Ja, die draaien zich om in hun graf om plaats voor hem te maken. En de rouwkaarten? Die zijn klaar. Oh, nee. En de telegrammen zijn verstuurd. Ik moet nu alleen nog zijn lichaam zien. Om een idee te krijgen van zijn maat. Small, medium of large. Als het ware. Ja. Ja, mag ik hem zien? Ja. Zal wel moeten, ja. Volgt u mij maar. Hij is large. Hij ligt er ook nog zo goed bij. Verbazingwekkend, nietwaar? Eerlijk gezegd had ik gedacht dat hij veel ouder zou zijn. Tja. Als ik me niet vergis, hebt u mijn honinghouten kist gekozen, bekleed met blauw satijn en zilveren handvaten. Goede keus, die kist is onze trots. We zullen maandagmiddag om 1 uur in de kist leggen. Mocht er nog iets zijn dat u wilt weten, aarzelt u dan niet om ons te bellen. U kent ons motto, wij kennen rust nog vrede, totdat zij rusten in vrede. Ik zal u even uitlaten, monsieur Atropos. Ja, waarom kijkt u mij zo aan? Dit is soep, hij heeft honger. Hallo? Nee, nee, ik weet niet waar die is. Ik zal even kijken. Een ogenblikje, alstublieft. Het is voor monsieur Miricourt. Uw advocaat. Ah, dank u wel. Hallo, Ludovic Miricourt. Ah, u bent het. Natuurlijk, alles is geregeld. Ik zal zorgen dat ik op tijd bij u ben. Met de 2 miljoen en de rente. Ja, natuurlijk. U bent verzekerd van een gedekte cheque. Ja. Nee, nou de afspraak was om 6 uur. Maar dat haal ik. Dat haal ik wel. Maar vroeger gaat niet. Nee, absoluut niet.
Nou, mijn schoonvader, de schrijver, is plotseling overleden. En die wordt maandagmiddag om 3:00 begraven. Dus je begrijpt dat ik niet eerder komen kan dan 6:00. Ach, bijzonder vriendelijk van u. Graag, hartelijk dank. Tot dan. Monsieur Méricourt, wat is hier gaande? Uw vrouw voerde daarnet een bijzonder merkwaardig gesprek met een begrafenisondernemer. En nu dit telefoongesprek. Wat voert u in uw schild? Monsieur Boissière leeft. Sterker nog, hij spring leeft. Schijnt te vergeten te zijn, hè? U zult moeten toegeven, dokter, dat Stefan Boissière volgens de buitenwereld dood is. Nou, wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dit, dat als je eenmaal dood bent, dat het bijzonder moeilijk is om weer tot leven gebracht te worden. Zelfs al zouden wij de burgerlijke stand bellen, dan nog is het onmogelijk om hem weer levend te verklaren. Volgens de autoriteiten is Stefan Boissière dood. Ja, maar we kunnen toch bewijzen dat hij nog leeft? Ah. U had gewoon tegen die doodgraver moeten zeggen dat de begrafenis wordt afgelast. Afgelast? Ja, afgelast. Dokter, kunt u mij verzekeren dat Stefan Boissière maandag nog leeft? Nou, hij herstelt nu zo snel dat ik... Kunt u mij dat verzekeren, dokter? Nee. Nee, dat dacht ik al. Alle voorbereidingen voor de begrafenis zijn getroffen en naar alle delen van de wereld zijn telegrammen verzonden. Zelfs de kerk heeft een al eerder geboekt rockprogramma afgelast. Wat bijzonder vriendelijk van ze is, want het testament van Stefan zal ze waarschijnlijk veel minder opgeleverd hebben dan de opbrengst van de Christus Blues Band. De begraafplaats Père Lachaise is bereid zijn lichaam ter aarde te bestellen en Sartre en de Beauvoir zijn bereid om hem als buurman te accepteren. Nou, zoiets lukt nooit meer. Ja, dat kan nu allemaal wel zo zijn, maar je kunt toch geen begrafenis organiseren terwijl de overleden op het punt staat een bord kippensoep te nuttigen. Laten we eens aannemen dat we alles afgelasten, zoals u zegt. Wat doen we dan? Sturen we dan een tweede serie telegrammen waarin we aankondigen dat Stefan Boissière nog leeft? Halleluja. Daarna blaast hij alsnog de laatste adem uit. Nou, wat doen we dan? Sturen we dan een derde serie telegrammen? Waarin we aankondigen dat de tweede serie ongeldig is, maar dat de eerste serie weer van kracht is? Iedereen zou zo in de war raken dat er niemand meer naar de begrafenis zou komen. Ja, ik vind het ook niet leuk als iedereen mij laat zitten. Ella? Daar kan ik natuurlijk in komen. Kijk, het is niet in ons belang als de buitenwereld te horen krijgt dat Stefan Boissière nog leeft. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ah. Ik ook niet, hoor. Dan zal ik bijzonder eerlijk en openhartig met u zijn. Ik sta op het punt om een grote en zeer belangrijke transactie af te sluiten die niet doorgaat als de buitenwereld te horen krijgt dat Stefan Boissière nog leeft. Dit is voor mij een kwestie van leven of dood. Aha. Maar ik zie nog steeds niet in waarom dat het in mijn nadeel zou zijn als de buitenwereld erachter komt dat Stefan nog leeft. Dokter, als u denkt dat het ondertekenen van een overlijdensakte voor een lijk dat bezig is een bord kippensoep leeg te eten een bijzondere goede reclame voor u is, nou, dan moet ik u helaas teleurstellen. En bovendien, als dit in medische kringen bekend wordt... Oh, nee. Kijk, ik ben me er best van bewust dat er een aantal jaloerse collega's zullen zijn die zullen proberen hier misbruik van te maken, maar... Dat is natuurlijk nog steeds niet voldoende reden om de buitenwereld nu het idee te gaan geven dat Stefan dood is. Nee, monsieur Méricourt, ik ben niet van plan dit spelletje met u mee te spelen. Het spijt me zeer. Wilt u mij excuseren? Het is al laat. Ik heb nog een aantal afspraken. Oh, Viviane, zou jij me willen laten weten als de toestand van Stefan verergert? Natuurlijk. Deze blunder, dokter, zou uw televisiecarrière wel eens kunnen schaden. Ja, de dokter heeft het mis. Hij heeft zich behoorlijk vergist. Oh, dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat de man groot gelijk heeft. Waarom zouden we allemaal in jouw plannetjes mee moeten werken? Oh, maar dan heb jij mij ook niet begrepen. Ik heb de tijd. Oh ja. Jij wel? Ja, ik wel, ja. Rodolfo ook? Rodolfo? Rodolfo. Ciao. Jij hebt mij afgeluisterd.
Alsjeblieft, praat er met niemand over. Ik smeek het je, alsjeblieft. Als Rodolfo hoort wat er hier aan de hand is, dan zet hij je zo aan de dijk en hij raakt jou met geen vinger meer aan. Ja, dat is ook zo. Ah. Ik had hem bezworen dat we binnen de kortste keren steenrijk zouden zijn. Nou denkt hij natuurlijk dat ik heb gelogen over de dood van Stefan. Laat hij me vallen als een baksteen. Wat wil je dat ik doe? Wij gaan gewoon door met die nonsens over de begrafenis. En we blijven bij ons verhaal wat er ook gebeurt. Tenzij Stefan voor maandag nog overlijdt en de hele zaak weer normaal wordt. Goed, ik zal doen wat je zegt. En de dokter? En Louise? Louise zal hier nooit aan mee willen werken. Ik wil dat jij naar alle winkels gaat waar Louise gewoonlijk komt. En tegen de winkeliers vertelt dat ze lichtelijk is gestoord. En dat ze denkt dat Stefan nog leeft. Oh, wat vals. Ja, je hoeft niet meteen te zeggen dat ze moet worden opgenomen. Alleen maar dat ze een tikje van slag is, hè? Ik ga meteen aan het werk. Ja, voor ze weer boodschappen gaat doen. En de dokter? Hoor hem eens ijsberen. De arme man piekert zich suf wat hij nu moet doen. Ik hoop dat de winkeliers me willen geloven. Ik ben het niet gewend om te moeten liegen. Ach, wat zei je dan tegen Stefan? Als jij naar je minnaar ging in Italië. Nou zeg, als je dat liegen noemt. Hoe noem jij dat dan? Gewoon. Vergeet het te vertellen. Dat zijn er twee. Nog één. Ik ben het. Dat hoor ik. Monsieur Méricourt, ik heb nog eens nagedacht over wat u daarnet tegen mij zei. En ik heb mij afgevraagd of ik het recht heb om miljoenen televisiekijkers een programma te onthouden wat niet alleen verstrooiing brengt, maar wat bovendien leerzaam is. U wilt mij dus helpen? Maar alleen vanwege die miljoenen mensen die hun vertrouwen in mij hebben gesteld en die koortsachtig wachten op mijn volgende televisieoptreden. Alleen vanwege die mensen ben ik bereid om uw medeplichtige te worden. Maar stel nu eens dat Stefan op de been blijft. Ja. Dan kan hij met dit appartement doen en laten wat hij wil. Hij kan het verkopen. Wegschenken aan iemand anders. Nee, dat zal hij me toch niet aandoen, hè? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Hoewel. Hoewel, het is zo'n grillige oude baas dat hij in staat is om het appartement aan een ander te verkopen als hij alleen al hoort dat ik geïnteresseerd ben. God, het is om gek van te worden. Wat moeten we doen? Niets. Hoe bedoelt u niets? Precies wat ik zeg. Niets. En bovendien, geef hem geen injecties meer. Geen injecties meer? Nee. Wrijf hem in met slangenolie. En laten we dan nog maar eens zien of Stefan Bagère nog zo graag tot leven gebracht zou willen worden. Lukt hem dat? Bravo. Ja, en als hem dat niet lukt? Dan kunnen wij troostput uit de wetenschap dat hij dat zonder onze hulp heeft gedaan. Monsieur Méricourt, monsieur Méricourt. Kijkt u mij eens aan, kijkt u mij eens goed aan. Vindt u dat ik eruit zie als een gek? Hoezo? Maar als ik met u praat, zoals ik nu met u praat, hebt u dan het gevoel dat u met een gek praat? Nee hoor, helemaal niet.
Nou, u bent de eerste in uren die me als een normaal mens beschouwt. Weet je dat nou? Het begon al bij de bakker. Dat dikke mens van de bakker vroeg aan mij of monsieur maandag begraven zou worden. Ja. Ik zei dus nee en vertelde haar van zijn herrijzenis. Toen keek ze me heel raar aan en toen zei ze tegen mij... Als de begrafenis voorbij is, Louise, moest je eens een poosje met vakantie gaan, Louise. En toen ik wegging, zag ik in de spiegel dat ze naar de man keek en op haar voorhoofd wees. Bij de slager precies hetzelfde wees ook op zijn voorhoofd. Ach, u moet maar zo denken... De mensen roddelen graag, nietwaar? Ja, maar ik ben niet gek. Ik weet heus wel wat dit betekent. Nou, wens hem smakelijk eten van me. Ga me nou niet vertellen dat hij daar alweer zin in heeft. Nee hoor, je hoeft er alleen maar naar te kijken. Dat is al genoeg. Zeg, is Louise al terug? Stefan heeft nog honger ook. Ja, Louise is net terug. En gefeliciteerd. Alle winkeliers hebben er aangeraden om een poosje met vakantie te gaan. Ach, weet je, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je mensen vertelt dat iemand anders gek is, dan geloven ze je maar al te graag. Blijf jij lunchen? Oh nee, daar kan mijn maag niet tegen. Waar is Louise en Lucie eigenlijk? Oh, die heb ik naar huis gestuurd voor de post. Als we dit op maandag geheim willen houden, dan zal ik hier moeten blijven. Je weet maar nooit wat er gebeurt. God, wie kan dat zijn? Ach, dat is de dokter waarschijnlijk. Het is tijd voor Stefans injectie. Oh nee, de dokter geeft hem geen injectie meer. Oh? Gaat hij wat nieuws uitproberen? Nou, als je gebedsgenezing iets nieuws zou willen noemen. Monsieur Méricourt, er staat een zekere monsieur Maréchal voor u aan de deur. Maréchal? Ik zal hem ontvangen, Louise. Maréchal, ik wist dat hij komen zou, maar dat hij zo vlug hier zou zijn. We moeten ons zo natuurlijk mogelijk gedragen. Zo natuurlijk mogelijk. Ja, die bankiers zijn altijd zo nerveus als ze een lening moeten sluiten met een erfenis als onderpand. We moeten ons zo natuurlijk mogelijk gedragen. Beste Ludovic. Arme kerel. André. Bijzonder vriendelijk van je dat je hier naartoe gekomen bent. Ik wou dat het onder andere omstandigheden geweest was. André Maréchal. Maar dan was jij al de echtgenote van mijn arme schoonvader. Mijn condolences, madame. Merci. Ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van uw man als schrijver. En hoewel ik hem nooit persoonlijk heb gekend, is het alsof ik een vriend heb verloren. Ja. Dat effect heeft zijn dood op iedereen. Het is hard, heel hard. Maar het is een troost om te weten dat hij niet heeft geleden. En wilt u me nu alstublieft excuseren? Ik heb nog duizend dingen te regelen. Pardon, ik ben het die mij moet excuseren, maar ja, zaken niet. Nee. Voor Ludovic gaat het leven gewoon verder. Hij mag zijn zaken absoluut niet verwaarlozen. Tot ziens. Ja, ze is heel erg slim en moedig. Ze zal zich hier fantastisch doorheen slaan. Dat heeft ik geen seconde aan. Fraai appartement, hè? O ja, Stefan Bazière was een bijzonder rijk man. Ja, ja, ik weet het. Ik heb inlichtingen over hem ingewonnen. Wat zeg je? Oh, niet dat ik jou niet vertrouw, daar gaat het niet om. Maar ja, je weet hoe die dingen gaan, hè? Iedere keer als de raad van commissarissen bijeenkomt en er ontbreekt die vrouw, dan valt er eentje flauw. We hebben een raad van commissarissen? Ja. En jij zei dat je een aparte groep investeerders wist. Ja, maar die vonden dat het onderpand onvoldoende zekerheid bood. Ja, toen ik zei dat jij een lening wilde sluiten met de erfenis van je vrouw als onderpand, toen dachten ze oprecht dat ik krankzinnig geworden was. Ja. Maar ze waren volledig tevreden toen ik aanbood om persoonlijk garant te staan voor deze lening. Jij? Persoonlijk? Uit naam van onze vriendschap, Ludovic. Ah, André. Hartelijk dank. En ik wil dat je weet dat deze vriendschap mij meer waard is dan mijn leven. Dat zal ik niet vergeten. Is geld al beschikbaar? Maandag. Ik zal daar persoonlijk zorg voor dragen. Ja, als het maar een gedekte cheque is, hè? Wat zeg je nou? Nou ja, ze kunnen zo verdomd vervelend zijn bij justitie. Oh, ik persoonlijk heb daar niet zoveel ervaring mee, maar jij des te meer, heb ik gehoord. Luister even, heb jij nog een lager rentepercentage voor mij kunnen bedingen?
Nou, ik heb een uur lang op ze ingepraat, maar ze wilden het absoluut niet voor minder doen. Maar luister eens even, je hebt zelf gezegd... Als je ergens anders tegen een lager percentage kan lenen, daar heb ik natuurlijk volledig begrip voor. Je wilt de lening dus annuleren? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ja, het is een lelijke tegenvaller, vooral als je snel geld nodig hebt. Ja. Dus, afgesproken? Afgesproken. Goed zo. Dan kan je dit vast tekenen. En de rest van de papieren kan je dan maandag tekenen. Merci. Als ik je de cheque kom brengen. Wil jij misschien iets drinken? Heerlijk cognacje graag. Uitstekend. Apropos, het komt jou wel bijzonder goed uit, hè? Dat plotselinge sterfgeval in de familie. Hm? Ja, het is triest om te moeten toegeven. Maar het is zo. Voilà. Merci. Heeft de sexy eigenlijk nog uitgewezen waaraan die precies is gestorven? Sexy? Ja, is er geen sexy verricht hoor? Dan heeft gewoon een hartstilstand gehad. Oh, hij is een natuurlijke dood gestorven. Ja, zo natuurlijk als maar kan. Verdomme, van me ook sexy. Hoe kom ik erbij? Er wordt immers alleen maar sexy verricht wanneer er sprake is van een gerechtelijk onderzoek. Dus hij is nog hier in het appartement? Ja, hier in de slaapkamer. Weet je dat ik niet eens weet hoe hij eruit ziet? Ik heb zelfs nog nooit een foto van hem gezien. Oh. Nou, dat verbaast me niet zo. Hij had een hekel aan om gefotografeerd te worden. Mag ik hem zien? Hé? Hey? Ik zei, mag ik hem zien? Je zit een maandag in de kerk. Maandag? Onmogelijk. Maandag moet ik voor jouw lening zorgen. Ah. Weet je, ik heb door zijn boeken zo'n levendige indruk van hem dat ik absoluut persoonlijk afscheid van hem wil nemen. Oh, maar ik kan je verzekeren, het is een hele gewone man. Ik heb zo mijn eigen idee over hoe hij eruit ziet. Oh, het is een heel, heel, heel gewone man. Beetje kalend, blauwe ogen, lange neus, iets te lang. Niet iets wat je zelf graag zou willen hebben. Ludovic, ik wil hem zien. Ik heb liever niet dat je dat doet. Oh nee, en waarom niet? Nou, omdat ik wil dat je de indruk die jij van hem hebt zo houdt. Ach. Ik ken je en ik weet hoe gevoelig of je bent. Gele tanden die je aangrijnzen. Oogballen die uit hun kassen rollen. Als jij denkt dat de man op de rand van de bankroute plezierig gezicht is, dan heb jij het goed mis. Maar... ik zie die kerels iedere dag. Het doet mij niets. Ja, vertel mij wat. Ach, madame. Ik vroeg zojuist of het mogelijk was om afscheid te nemen van uw man, maar Ludovic schijnt dat geen goed idee te vinden. Ach, waarom niet, Ludovic? Als monsieur Maréchal Stéphane nou zo graag wil zien... Vivian, alsjeblieft. U zult zien hoe sereen hij erbij ligt. Wilt u mij maar volgen? U hebt gelijk, madame. Wat ligt hij er vredig bij? Vindt u ook niet? Ik begrijp niet waarom ik hem van jou niet mocht zien. Goed. Hij is niet mooi. Hij is schitterend. Ja! Als jij dat zegt. Ja, Stéphane was een heel bijzondere man. Ach, madame. Ik heb al te veel van uw tijd genomen. Ik dank u dat u mij in staat hebt gesteld om afscheid te nemen van de Nestor van de Franse letteren. En ik vond het een eer om kennis met u te mogen maken. Ik vond het ook heel prettig om u te leren kennen. En u moet ook beslist heel gauw nog eens langskomen. Ja, maandag. Ludovic moet nog een aantal papieren tekenen. Oh, maar ik kom wel in jouw kantoor. Het is niet nodig om hierheen te komen. Oh, nee. Niet onder deze omstandigheden. Ja, maar luister nou eens even. Het is absoluut niet... Doe nou niet zo zenuwachtig, Ludovic. Nee. Alles is in orde. Maandag om 10:30 heb jij dat geld. Wat? Madame. Ik verheug me op uw komende bezoekje. Hey.
is dat? Oh, daar moeten ze zich helemaal niets van aantrekken. Dat is Louise maar. Ze kan het feit maar niet accepteren dat Stefan dood is. Ze gaat al de hele dag zo. Maar misschien is het ernstig. Nee hoor, helemaal zijn niet. We zijn het gewend. U was het die dag? Ja, ik was het, ja. Ja, en als ik geweten had dat ik voor Lijk had mogen spelen, nou, dan had ik met genoeg al mijn televisieoptredens vooraf gezegd. Maar hoe bent u dan zo vlug beneden gekomen? Vivian kwam naar boven gestormd en duwde me letterlijk mijn appartement uit. Ze liet me geen enkele keus. Ik moest me op de trap aankleden. Kunt u zich voorstellen, een man van mijn reputatie die zich op de trap staat dicht te ritsen? Nee. Oh, dokter, u was zo overtuigend. Oh, nou ja, ieder behoorlijke dokter zou dat hebben gekund. Nog steeds buiten Westen? Nou, we hebben nog geluk gehad. Voor hetzelfde geld was ze zich doodgeschrokken. Oh. Vivian, nog bijzonder hartelijk dank voor je hulp. Op kritieke momenten ben ik op mijn best. Oh, wat is er gebeurd? Oh, Louise. Oh. Louise, je moet een paar keer diep ademhalen. Oh, dat was zo afschuwelijk wat ik zag. U lag dan langer op dat bed zo dood als een bier. Louise, je bent een beetje moe, hè? En dat was te verwachten. Ja, dat zegt iedereen de laatste tijd. Louise, waarom ga jij toch niet een poosje met vakantie? Je had toch een neef met een huis in Nice? Niet zolang monsieur Bachère mij nodig heeft. O, goeie god, leeft hij nog? Oh, het gaat met een seconde beter met ja, ik weet niet meer wie ik ben, waar ik ben, wie de dood is, wie de punt staat dood gaat. Nou, je kunt het beste maar even wat gaan liggen, Louise. Oh, dat is een uitstekend idee van de dokter. En mocht je weer eens wat zien of wat horen, nou, denk dan maar dat je hallucineert, hè? Ja, een enorme steun voor mij, monsieur Méricourt. Monsieur Méricourt, ik ben het er niet mee eens dat wij haar het idee geven dat ze niet goed bij de hoofd is. Nou, ik ook niet. Maar ik probeer mijn huid te redden. Als je niet bang bent voor de dood, dan kun je er op zijn minst respect voor opbrengen. Ik weiger om sentimenteel te doen over de dood. Bekijkt u het nou eens op een andere manier. Neem nou eens het leven van een man. Als hij nog maar nauwelijks op zijn beentjes kan staan, dan wordt hij door zijn schoolkameraadjes in elkaar geslagen. Als hij een puber is, dan wordt hij gedwongen om in het leger te gaan om zogenaamd te vechten voor de goede zaak. Om met of zonder parachute in een mijnenveld te springen. En als hij dat allemaal heeft overleefd, dan wordt hij door de dagelijkse sleur van het leven door een bulldozer zo plat gewalst als een dubbeltje. Dan wordt er niet meer aandacht aan hem besteed dan aan een lappenpop. Maar zodra hij dood is, als hij niets meer kan horen, niets meer kan zien, niets meer kan voelen, dan wordt hij op een totaal andere manier behandeld. Dan gaan we op ons tenen lopen, we gaan fluisteren en dan wordt hij behandeld als een stuk porselein. En dat, dokter, dat noemen wij dan respect voor de dood. Waarom is er niet meer respect voor de levenden? Doden, dokter, die zijn niet zo gevoelig. Levenden wel. En die akelige doodgraver, die komt er weer aan. God, ik waarschuw u, ik weiger om opnieuw voor Lijk te spelen. Dat is ook niet nodig. Deze keer neem ik hem voor mijn rekening. Vivian, doe me een plezier en hou hem zo ver mogelijk bij het bed vandaan. Ja, ik zal blij zijn als dit allemaal achter de rug is. Ik sta op instort. Nee, dat mag absoluut niet. We moeten dan volhouden tot het bitter. Monsieur Atropos, komt u toch binnen? Dit is onze buurman, dokter Garon. Ah, juist ja. Als ik me niet vergis, bent u de arts die de overlijdensakt heeft ondertekend. Klopt dat? Ja, dat klopt. Was er nog iets dat u ons wilde vertellen? Ja. Ja. Ik heb zo net naar het weerbericht geluisterd. Och. En zei toen tegen mezelf, wij mogen monsieur Boissière daar niet zo tot maandag laten liggen. Ja, ja, het weerbericht. Ja. Ja. Het wordt namelijk 30 graden. Och. In de schaduw. Ja, ja. Een record voor deze tijd van het jaar. Ja. Er komt een hittegolf aan. Oh. En aangezien wij het lichaam pas overmorgen in de kist zullen leggen, ja. Zullen we het moeten balsemen? Ja, ja, balsemen. Zoals bij de Egyptenaren. Nou, het is niet helemaal hetzelfde proces. Tegenwoordig injecteren we vloeistof die de ontbinding van het lichaam vertraagt. Een injectie? Een injectie met formaldehyde. Daarvoor is een specialist nodig. Die kan elk ogenblik hier zijn. Nee, dat wil ik absoluut niet hebben. Ik zou de gedachte niet kunnen verdragen dat iemand nog aan Stefan zit. Oh nee, er is geen sprake van. Madame Boissière, u moet mij niet kwalijk nemen dat ik zo aandring, maar het is absoluut noodzakelijk. Nee! Over mijn lijk! Maar madame!
Als u wilt dat hij er maandag nog toonbaar bij ligt, met de kist open. Als dat die specialist is, stuur hem dan maar weg. Geef mij die formaldehyde maar, ik zal hem die injectie wel geven. Hè? Mevrouw Barchet heeft een shock. Ze zou instorten als een vreemde op dit moment haar man zo aanraken. U moet dat niet persoonlijk opvatten. Ik begrijp het, maar het lichaam moet in goede staat zijn als wij het in de kist leggen. Ja. Nou, zie je wat er gebeurt als hij met leugens begint? Laat me alsjeblieft niet in de steek als het allemaal voorbij is. Dan zal ik je meer dan dankbaar zijn. De deurknop! De deurknop beweegt! Ik heb hem weggestuurd, madame. Wie? De man die het lichaam had moeten balsemen. Koud, hè? Ja. Dit is de vloeistof waarmee je het lichaam kunt injecteren, dokter. Madame! Als ik u was, dokter, zou ik madame Boissière maar een beetje in de gaten houden. Ik ben bang dat ze hysterisch wordt als wij het lichaam in de kist leggen. Dat staat zo slordig. Ja, daar zal ik wel voor zorgen. Ja, dit moet ik dus in zijn aderen injecteren. Natuurlijk. Hoe vaak? Zo vaak u maar wilt. En hoeveel? Bij deze temperatuur als. Denkt u dat hij van zijn bed is opgestaan? Ja, wie kan dat nou anders geweest zijn? Louise is in de kamer, Ludovic is in de mijne. Waardig. Oh, we moeten Ludovic waarschuwen dat troep al weg is. Monsieur Méricourt. Monsieur Méricourt. Meneer Atropos is weg. Oh. Hij beweegt zich niet meer. Oh, Ludovic. Ludovic. Neem me niet kwalijk, ik was even in slaap gevallen. En vertel eens even hoe is het gegaan. Nou, u was bijna gebalsemd. Formaldehyde. Zou ik daar last van gehad hebben? Een paar druppeltjes van dat spul is voldoende om een paard van kant te maken. Oh, dat is leuk om te weten. Vertel even hoe is het afgelopen, hoe is het gegaan? Nou, ik wil je natuurlijk niet laten schrikken. Maar ik geloof dat hij van zijn bed is opgestaan. U zei dat hij uit zijn bed was opgestaan? Nou, hij ligt nou weer te slapen, maar volgens mij wel, ja. Als we hem nou eens een paar druppeltjes hiervan geven. Maar monsieur Méricourt, wees nou redelijk. Over een half uur staat de begrafenisondernemer voor de deur met zijn mensen. Om papa in de kist te doen. We kunnen toch onmogelijk met deze komedie doorgaan. Hè? Ik zal alles proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Maar we kunnen dit niet langer uitstellen. De dokter heeft gelijk, Ludovic. We kunnen niet meer op papa rekenen. Hij heeft ons gewoon voor de gek gehouden. Je kunt in deze wereld op niemand meer rekenen. Wat ga je nu doen? Niets, niet voordat ik die cheque van Maricelle in mijn handen heb. En als hij niet komt? Oh, hij komt. Hij komt misschien te laat, maar hij komt. En zodra Lucie die cheque heeft, dan mag je van de daken schrijven wat er hier in de hand is, maar niet voor die tijd. En gesteld dat monsieur Atropos eerder komt dan monsieur Maréchal? Nou, dan koop ik even de bewakers om. Hoe bedoel je dat? Om een cel te geven met een mooi uitzicht. Als Atropos hoort dat het lijkt praten, is er ochtendgymnastiek doet, dan ontstaat er zo'n opwinding dat het geen enkele zin meer heeft om het Maréchal uit te leggen. Ik ken Maréchal. Achter die rattentroon die schuilt een bange wezel. Er hoeft maar dit te gebeuren en het is uit. Af! Oh, nee. De bloemist, mevrouw. De bloemist? Met bloemen. Nou. Zet ze dan in een vaas? In een vaas? Iemand moet een vergissing hebben gemaakt. Een vergissing? Ze moeten toch weten dat monsieur Boissière nog leeft? Tuurlijk. Misschien had de bloemist de bestelling al aangenomen. Waarom bent u allemaal in het zwart gekleed? Oh, dat is gewoon toeval. Nou, wat moet ik ermee? Laat voorlopig maar even in de gang staan, Louise. Zou ze iets vermoeden?
Hallo? Oh, hallo. Ja, ogenblikje hoor. Maréchal, hij komt niet. Hallo? Nee? Geen probleem. Hij belde op om te vertellen dat hij later kwam. Als hij nou maar eerder hier is, dan die doodgraver. Ah, daar zijn ze. Zo, kransen, stromen binnen. Huh? Nou, laat ze voorlopig maar allemaal in de gang staan, Louise. Hoe langer wij hiermee wachten, hoe erger dat het wordt. Ik heb een fout gemaakt en ik ben bereid dat publiekelijk toe te geven. Als u dat doet, dokter, dan maak ik bekend dat Stefan niet vanmorgen, maar eergisteren tot leven is gekomen. Dat is chantage. Wij noemen dat onder druk zetten. Hallo? Kunt u een beetje harder praten? Ik versta u zo slecht. Pronto! Ja, blijf aan de lijn. Niet ophangen, hoor. Ik neem het gesprek even in de andere kamer. De verbinding is dermate slecht. Excuseer een ogenblik. Rodolfo, heb je mijn telegrafische overmaking ontvangen? Oh, ik heb gewoon een paar pistolen verkocht. Ja, vanmiddag om 3:00 werd hij begraven, ja. Rijk! Nou, nee, morgen nog niet, nee. Het duurt gewoon een tijdje voor ik al die rotformulieren heb ingevuld. Ja, schat, ik weet het. Het is voor jou ook een duur gesprek. Tuurlijk, lieverd. Ciao, caro. Ciao. Ciao. Dit was een kennis van mij uit Italië. Die zijn deelneming kwam betuigen. Waarom heb je hem het goede nieuws niet meteen medegedeeld? Nou, niet zolang er nog hoop is. Nou, volgens mij is er helemaal geen hoop meer. Oh, dat bepaal ik wel. Als je me nu niet kwalijk neemt, dan zou ik nu graag even Stefan voor 5 minuten in de kist leggen. Oh, in de kist? Ja, toen ik die check van Maréchal in mijn hand heb. Oh nee, dat zou ik absoluut niet doen. Hey, luister nou even, het is maar voor 5 minuten. De dokter geeft hem een spuit om hem kalm te houden. En wij leggen hem gewoon voor 5 minuten in die kist. Oh nee. Ik word bijna bedolven onder alle rookkransen. Nou, Louise, die kransen moet je later maar doen. Het is langzamerhand tijd voor de lunch. Ja, ik heb toch helemaal niks gedaan. Ja, ik kan niet koken en tegelijkertijd een bloemenzaak runnen. Wat had jij meneer eigenlijk willen geven? Nou, ik wilde hem vragen of hij een restje zoete zuurkool wil. Met worst. Hoho! Vindt hij altijd zo lekker? Is dat niet een beetje te zwaar voor hem? Oh, die pens met uien ging er ook goed in. Monsieur Bossière! Monsieur Bossière! Hé, hey, is hij dood? Hij is niet op zijn kamer! Wat? Dat kan hij me toch niet aandoen? Hij is niet in de badkamer. En ook niet in de keuken. En daar is hij ook niet, oh. Hij kan toch niet zo ver zijn, hij moet hier ergens in de buurt zijn. Stefan, alsjeblieft, Stefan. Stefan, waar ben je? Stefan, kom tevoorschijn. Stefan! Oude pestkop die je bent! Stefan, waar zit je? Stefan! Doe nou alsjeblieft, jij wint. De deur naar de dienstlof staat open. Hey? Ja, hij ging wel vaker op die manier naar buiten. En dan had hij de rare gewoonte om de deur nooit achter zich dicht te doen als hij wegging. Naar buiten de straat op? Ja, als hij niet in huis is en de deur staat open. Maar die man is toch veel te zwak? Nee, hij had makkelijk de dienstlift kunnen nemen. Je wil me net de conciërge er moeten zien. Nee, want er is nog een achteruitgang en die komt uit op het steegje. Zal ik aan monsieur Vos vragen of hij hem voorbij heeft zien komen? Ja, maar vraag het vriendelijk en voorzichtig. Ja, ik zal het proberen. Alhoewel, als de conciërge hem gezien had, dan was hij ons dat al lang komen vertellen. Dat zal hem leren om mij voor gek te verklaren. Nog meer rookkransen. Nou, je kunt er donder op zeggen, hoor, dat hij de voordeur genomen heeft. En als de conciërge hem toevallig niet heeft gezien, dan heeft hij alleen al een meid de pest op de deur staan bonzen. Oh, iemand daarboven wil me zien hangen. Ik ben verloren. Ik ga papa zoeken. Ahem. Ja, we kunnen hem toch zo niet over straat laten dwalen? Oh. Hoe heeft die man kunnen ontsnappen? U had hem beter in de gaten moeten houden, dokter. Nee, ik. Ja, maar natuurlijk, het is uw patiënt. Dat kan hem toch niet aan het bed vastbinden? Waarom niet?
Weet u wat er op het ogenblik gebeurt op straat? Er vormt zich een hele kring mensen om hem heen. En als Marichal dat in de gaten krijgt, dan doet hij niet eens meer de moeite om hier naartoe te komen. Ik weet bijna zeker dat hij de achteruitgang heeft genomen en dat helemaal niemand hem heeft gezien. Ja, behalve degene naar wie hij is toegegaan. Ja, precies ja. Maar waar kan hij naartoe zijn? Nou, misschien is hij de begrafenis gaan afzeggen. Ach, meent u dat nou? Hij had een merkwaardig gevoel voor humor. Nee. Misschien zag hij het vrolijke van de situatie in. Ja, en als Louise ook maar iets gemerkt heeft, heeft het hem ongetwijfeld verteld. Wacht, ik bel de begrafenisonderneming. Begrafenisonderneming Rust in Vree. Ja, is er op het ogenblik een zekere monsieur Stefan Wagère bij u? Ja, dat vroeg ik, ja. Nee, helemaal niet onrustig. Niet zenuwachtig ook. Nee. Pardon? Oh, dank u. De lijkauto had een lekke band. Oh, dus hij is niet bij de begrafenisondernemer? Nee. Waarom zouden ze hier naartoe komen om hem in de kist te leggen? Als hij daar voor de deur zou staan. Maar waar is die man naartoe gegaan? En? Monsieur Vos zegt dat als ik hem nog één keer lastig val met mijn visioenen, hij een ambulance zal bellen. En als u wilt weten waar monsieur Bachère is, dan zoekt u dat zelf maar uit. Ik weiger om nog langer voor gek te laten verklaren. Zie je wel? Hij heeft de achteruitgang genomen. Ja. Oh, ik kan hem nergens vinden. Ik ben helemaal naar de boulevard gerend. Oh, arme papa. Loopt daar door de straten te dwalen in zijn jacket. Hij moet een taxi hebben genomen. Mm-hmm. Daar is hij. Monsieur Marichal. Marichal, toch? Ja, die verwachtte u toch? Maar natuurlijk, het groot gelijk, maar dat was ik helemaal vergeten. Ik zal hem ontvangen, Louise. Maar zodra jij die check hebt, meteen naar de bank. Meteen naar de bank. Dokter, alsjeblieft, de deur. Hier. O ja. Rustig en daar. Ja. Beste Ludovic. Arme Lucie. Ja. Chère madame. Monsieur. Neem me niet kwalijk dat ik zo laat ben, maar dat papierwerk heeft meer tijd in beslag genomen dan ik had gehoopt. Maar daarom had ik gezegd, ik kom naar jouw kantoor. Het was toch niet nodig om hier naartoe te komen? Nee, niet onder deze omstandigheden. Wij zullen u even alleen laten. Dan kunt u uw zaken verder afhandelen. Ach, het is niet nodig, want de zaken zijn zo afgehandeld. Dat daar, dat is dokter Caron. Huh? Ja, dat is de buurman van mijn schoonvader. Huh? En tevreden, Ludovic? Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Goed zo, ik heb alle papieren bij me. Mooi. Ik heb alleen nog een paar handtekeningen van je nodig. Ah, goed zo. Voilà. Merci. Luister even, waar moet ik tekenen? Laatste bladzijde onderaan en de rest van de pagina's moet je paraferen. Ah. Alsjeblieft, nog meer? Ja, nog twee. Nog twee. Voilà. Merci, Ludovic. En dan is hier je gedekte cheque. Merci. Wil je wat drinken? Whiskietje graag. Aha. Met ijs? Ja, heerlijk. Uitstekend om het contract te vieren. Lucie, voilà, en vraag of Louise wat ijs brengt. Ik ben blij dat je deze dienst hebt kunnen bewijzen, Ludovic. Ah, ik ben je bijzonder dankbaar. Oh, ik weet zeker dat jij hetzelfde voor mij gedaan zou hebben. Daar kun je op rekenen. Merci, Ludovic. Ach, neem me niet kwalijk, ik dacht echt dat jullie klaar waren. Madame, komt u toch binnen, wij zijn klaar. Monsieur Atropos is hier en wil het lichaam zo snel mogelijk kisten. Ja, we zijn al laat, onze excuses daarvoor. We kregen namelijk een lekke band. Ha, 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 ha
Het is verbazingwekkend, zoals u op de overledene lijkt. Nou, dat klopt. Ik ben zijn schoonzoon. Dat is wel te zien ook. Ja, ik wil direct beginnen. Oh, maar dat kan natuurlijk. U heet het frisdrank druk, maar niet voordat u iets met ons heeft gedronken. Ga zitten. Nee, dank u. Ik moet echt aan de slag. Mijn mannen wachten in de keuken. Ja, ja. De vier meest gespierde kerels die ik ooit heb gezien. Ik heb gezegd dat ze zich wat mochten inschenken. Zulke kerels moet je in conditie houden. Wat een schouders. Voilà. Ik heb liever vier sterke kerels dan zes slappelingen. Wie niet? Het is voor de zaak ook goedkoper. Ik noem ze mijn spierballen. Die jongens kunnen iedereen optillen. Ja, ik zou het eigenlijk niet moeten doen. Maar vooruit, het is al mijn derde begrafenis vandaag. En dat spul is te lekker om nee tegen te zeggen. Zou ik er nog maar eentje nemen tegen de... Hij heeft een goede afloop. Neemt u me niet kwalijk, maar heb ik u niet alles eerder gezien? Oh, dat zou best kunnen, dat zou best kunnen. Die dokter Garon, die heeft een eigen televisieuitzending operatie geslaagd. Dat is een live-uitzending. Kijk, herken je hem nu? Het is verbazingwekkend voor al die oogopslag. Monsieur Maréchal. Ach, ik vroeg me zojuist af hoe het mocht. Het lijkt me zo fascinerend om bankier te zijn. Oh, ja? Ja, en vooral zo'n groot bankier zoals u. Ach, madame, dan moet u toch niet overdrijven, groot bankier. Ik heb natuurlijk mijn verantwoordelijkheden, maar groot bankier... Weet u, voor een eenvoudig meisje zoals ik... is iemand al een groot bankier als hij iemand een grote cheque komt brengen. Ach ja, meneer is een groot bankier. Meneer brengt grote cheques. Hij moet als de donder weer naar zijn grote kantoor. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Mijn tijd is zeer beperkt. Maar ja, je moet ook een beetje van het leven kunnen genieten. Het is mijn gewoonte om tijd te nemen voor de geneugten des levens. Goed glas, kunst. Liefde. Oh, moment. De tijd vliegt. Ja, we moeten het lijk zo snel mogelijk in de kist zien te krijgen. Maar Michel, je moet u echt opschieten. We hebben nog zoveel te doen, we moeten echt aan de slag. Ach, madame, mocht u ook nog behoefte hebben aan financiële adviezen, voilà. Ach, wat ongelooflijk aardig van u. Ik ben altijd bellen, dag en nacht. Vooral des nachts. Wat zal madame Maréchal daar wel niet van zeggen? Oh, we liggen in scheiding. Oh, geweldig. Ach, madame. Akelig voor u. Ja, je moet nu echt weg, hè? We hebben nog zo vreselijk veel te doen. Misschien is het nog beter als u uw boezem verbergt. Ik bedoel, in de verborgen boezem van uw familie. Ja. De zaak. Oh. Oh, monsieur de... Hé, neem me niet kwalijk, maar ik ben een beetje zenuwachtig. Ik ben niet zo gewend zoals u om met lijken om te gaan. Begrijp het, u hebt een zwakke maag. Ja. Marico, wie zijn die vier kerels die in mijn keuken de ijskast plunderen? Oh, dat zijn de spierballen die je hoorde bij hem. Bent u er nou alweer? Heeft hij u niet verteld dat monsieur Barrière een wandelingetje is gaan maken? Het wordt steeds erger met haar. Ja. Ja, we moeten proberen haar niet verder van streek te brengen. Hè? Ja, we zijn bezig om het voorschot voor de begrafenis terug te vragen. En als hij niet is gaan wandelen, is hij gaan zwemmen. Doet hij iedere maandag. Ja. Over een uurtje met z'n. Ho! Monsieur Atrepot. Nee, neemt u me niet kwalijk. Ik ga toch een paar kleine details van u willen weten. Bijvoorbeeld, wat voor houtsoort heeft u voor de kist gebruikt? Puur mahoniehout met zilveren handvaten. Ah, prachtig, hè. Als ik vragen mag, dat is wel bodembestendig. Op een mahoniehouten kist krijgt u een volledige garantie. Haha, juist, dus het kan in de grond niet krom trekken. Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. Welke route? Met de begraafplaats. Boulevard Saint-Germain. Ja. Pont-Neuf. Ja. Boulevard Henri VI. Oh ja.
La Bastille, Rue Roquette. De Rue Roquette zou ik nooit doen, daar komen we vast te zitten. Hebt u een beter idee? Ja! Tot aan de Bastille ben ik het helemaal met u eens. En daarna zou ik de Rue Charlenoir nemen met linksaf naar de Rue Chemin-Vert. Dat is een inrichtingsstraat, die mag je vanaf die kant niet in. Oh nee? Nee. Ah. Sinds wanneer? Sinds 10 jaar! U hebt hem op een andere kamer gelegd. Ja, het was hier een beetje lawaaiig. Waar is die nu? Ik wou dat ik dat wist. Hij ligt op die kamer. Klopt? Maar vanmorgen nog wel, ja. Goed. Laten we dan maar gaan. Eens kijken of mijn mannen nog iets kunnen tillen. Maar monsieur Atrepot, bent u dan helemaal niet verbaasd? Verbaasd? Ach, meneer, na 10 jaar in dit vak kijk je nergens meer van op. Maar luister nou eens even, dat bed daar, dat is leeg. Het is heel normaal dat iemand in zijn toestand zo wit is als een laken. U bedoelt dat hij daar binnen is? Wie? Monsieur Boissier? Of ik belazen misschien. Of iedereen is die stapel besjokken. Louise zegt dat Stefan terug is. Ja, dat klopt, hij is terug. En hij heeft weer de dienstdeur opengelaten. Ja, dat is niet zo erg, maar hij is terug. Mooi. En deze keer, dokter, zou je maar eens verdomd goed onderzoeken. Met zijn manier van leven mochten we ook geen wonderen verwachten. Ludovic, die bericht op de radio. Moment, bericht op de radio, wat bedoel je? Ja, iemand heeft Stefan Voisier uit een taxi zien stappen. Uit een taxi? Voilà. Voilà. Wat een afschuwelijk gezicht, zeg, walgelijk. Maar die bericht op de radio, dat... Ik wacht eens even. Mag ik even? Dat is niet dezelfde vent die ik zaterdag op die andere kamer heb gezien. Oh, nee? Hé. Hey. Wie was dat dan? Er is hier iets verschrikkelijk niet in orde. Oh. Ik heb toevallig een bijzonder goed geheugen voor gezichten. Die man die ik daar op die kamer heb gezien, die had een neus zoals zijn neus en een kin zoals zijn... Verdomme, het was zijn kin. Nu heb ik daar zaterdag op die kamer gezien, waar of niet? Ja, dat klopt. Ja, meneer deed een middagdutje. Met een crucifix in zijn handen. Meneer doet altijd een dutje met een crucifix in zijn handen. Ik wil mijn gedrag niet goed praten, maar in bepaalde omstandigheden wilt u mij even excuseren. Ik wil de overleden nog even grondig onderzoeken. Ik ga even mijn tas halen. Ga ik met u mee, dokter. Ik ben zo opgewonden. Ik kan best een doktertje bij mij in de buurt gebruiken. Heb je me zo'n rotstreek kunnen leveren? Ik begrijp niet waar jij je nou zo druk over maakt, waarom je zo opwindt en waarom je zo kwaad bent. Toch. Je neemt geen enkel risico. Hij is toch dood? Ja, maar ik heb wel risico genomen. Oh jawel, de berichten op de radio waren juist. Hij heeft een taxi genomen. Zie je wel, precies wat ik dacht. Hij leefde nog. Zaterdagmorgen nog wel, ja. Waarom heb je me dat dan niet gezegd? Had jij mij 2 miljoen geleend als je geweten had dat Stefan nog leefde? Jij denkt zeker dat ik stapelkrankzinnig ben, hè? Zeg, je weet toch zeker dat hij deze keer echt, hè? Nou, volgens die dokter wel, ja. En de check? Oh, de cheque wordt op dit moment veilig door Lucie bij de bank afgeleverd. Gefeliciteerd. Merci. Over 2 of 3 maanden krijg ik het grote deel van mijn erfenis. En dan word jij totaal tot de laatste cent weer terugbetaald. Inclusief je exorbitant hoge rente.
Zeg, wat krijgen we nou? Exorbitant hoge rente? Inderdaad. Durf je ja, ja. Met het risico wat je mij hebt laten lopen. Hm? Ik had je bijna 2 miljoen geleend zonder enige dekking. Oplichter. Ah, ah, wie met pek omgaat. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Ik had bankroet kunnen zijn. Ja, inderdaad, ja. Excuseer me even een ogenblik. Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Hallo? Als het voor mij is, neem ik hem even hiernaast. Ach. Ja, dat is niet nodig. Het is Stefans notaris, maître Boulouche. Oh. Voilà. Hallo? Ja, ja, daar spreekt u mee, ja? Ja, inderdaad, hij is teruggekeerd. Hem spreken? Nee, dat zou helaas niet gaan. Na zijn terugkomst is hij eindelijk bezweken. Hij kon de ongelijke strijd niet langer aan. Niet met zijn zwakke hart. Wat zegt u? Is hij bij u geweest? Nee? Nee, daar weet ik niets van, nee. Waarom? Hoe bedoelt u nieuwe wilsbeschikking? Ja, maar als hij een nieuw testament heeft gemaakt, dan... Alsjeblieft, laat u me niet langer in onzekerheid. Hoe erg is het? Hoeveel heb ik geërfd? Ik moet het weten! Ik kan misschien wat rustig zijn. Er ligt een dode in huis. Niets. Helemaal niets. Ja, maar ik ben toch zeker zijn wettige echtgenote? Ja, maar ik dacht... Dan heb ik verkeerd gedacht. Oh. Oh. Ja, dit is Ludovic Méricourt. Ik ben de schoonzoon van Stefan Bachère. Ja, inderdaad, ik ben de man van Lucie. Maar ik zou graag even de nadere details van die wilsbeschikking willen horen wat ik nu hoor. Hoe bedoelt u Lucie niet? Wacht eens even, legaal of niet legaal, dat interesseert me helemaal niet. Ik wil precies weten hoe de vork in de steel zit. En... Huh? Ja, 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 ik heb u begrepen, inderdaad, ja. Dank u wel. Hoe kan dat nou? Hoe ernstig is het, Ludovic? Stefan heeft Lucie onterfd. Onterfd? En mijn zekerheid, dat is weer een nieuwe truc van jou, hè? Dat hou alsjeblieft je de mond en laat me nadenken. Maar die erfenis dan? Al die miljoenen? Die zijn verdwenen. Oh. Na alles wat ik voor hem gedaan heb. Je moest eens weten wat hij me gevraagd heeft allemaal voor hem te doen. In die laarzen. Wat heeft die man bewogen om dat testament te veranderen? Nou, misschien heeft hij ons gehoord. Ach. De cassetterecorder. Cassetterecorder? Ja, als hij niet kon slapen, dicteerde hij soms een hoofdstuk in zijn cassetterecorder. Waar is dat ding? In de slaapkamer. Ga het halen. Nee, dat kan niet, daar zijn die enge spierballen. Zeg, maar denk je echt dat hij ons gehoord heeft hier in een cassetterecorder? Ja, dat moet haast wel. Het hele huis zit bomvol met microfoons. En dat ding, dat werkt op afstandsbediening. Hoe is het nou met hem? Hij heeft 1 oog opgeslagen en schijnt net zijn handen te hebben ontvouwen. Kortom, hij wordt geplaagd door een uitstekende gezondheid. Dus we hebben de keus tussen papa of de gevangenis. Ik zie niet een... Nou ja, afgezien van de erfenis dan. Maar goed, zal het wat langer duren? 6 maanden? Een jaar? Ik heb de tijd. Jij wel. Rodolfo. Oh. Zo hebben we wel genoeg gehoord. Dat hij jou heeft onterfd vanwege Rodolfo. Dat begrijp ik nog. Maar Lucie... Wacht eens even. Ik ken de wet. Je mag je dochter zomaar niet onterven. Oh, jawel. Wel eens een kind is uit een eerste huwelijk. Als het een wat? Lucie is een kind uit een eerste huwelijk van Stefans eerste vrouw.
Dus ze heette helemaal geen Vosjaire? Wel, nee, ze heette Blanchard. Oh, dat is er geen hoop meer. Voor de erfenis niet, nee. Ik dacht jou voor het gerecht. Goed, dat moet je vooral doen. Daag mij voor het gerecht. Alle documenten zijn behoorlijk ondertekend. Er is niets misgegaan. Alles is duidelijk. En als je dat doet, dan kan ik jou maar één ding zeggen. Dan ben ik failliet. Failliet? Juist. Jij? Ja. Schof, ik vermoord je. Ik vermoord het voor jou. Oh nee, jij vermoordt helemaal niemand. En ik denk ook niet dat jouw raad van commissarissen daar zo gelukkig mee zouden zijn. Maar is er dan in ieder geval een mogelijkheid dat je me ooit op een dag nog eens terugbetaalt? Oh ja, zeker wel. Huh? En vlugger misschien dan jij denkt. Huh? Tenminste, als je me helpen wilt. Ik jou helpen, sir. Ik weet namelijk een machtige deal in onroerend goed. Onroerend goed? Oh ja, een goudmijn. Een goudmijn? Luister, ik weet een ruïne te staan in het centrum van Parijs. Wat? Het staat op de lijst van monumentenzorg. En het staat op een prachtig stuk land. Ja, maar land is straks in het duur meer in Parijs. Nou, dat niet. Waarom niet? Omdat je er niet op mag bouwen. Als je er niet op mag bouwen, dan heb je er toch niets aan. Luister nou even. Wij kopen de grond. We huren de ruïne. We helpen de ruïne een handje met instorten. En als er alleen nog maar een puinhoop over is, nou dan krijgen wij zonder enig probleem een bouwvergunning. Dit is briljant. Voilà. Briljant? Ik wist wel dat je geïnteresseerd zou zijn. Natuurlijk ben ik geïnteresseerd. Ah, nou, ik zal voor je financieren. Mooi. Ga eens even mee naar... Ja, ik wil even met de raad van commissaris. Even kijken wat we daar aan kunnen. Nou... Met meneer Marissal lijkt het weer een stuk beter te gaan. Nou, stukken beter zelfs. Ik heb even naar zijn hart geluisterd, maar die kan geen tweede schok verdragen. Echt waar? Ach, arme bankier. En mijn hart, dokter? Heeft u al naar mijn hart geluisterd? Denkt u dat ik nog een tweede schok zou kunnen verdragen? Nou, het klopt wel erg hard. Maar ja, dat kan natuurlijk door de opwinding komen. Het zijn ook zulke moeilijke tijden voor me geweest. Dokter. Oeh, Vivian. Ik loop al 2 dagen voortdurend aan je te denken. Echt waar, dokter? Ja, wat moet er nou van jou worden? Ik weet het niet. Zeg, is het serieus met die pronto? Met die slappeling? Nee hoor. Wat ga je doen? Wat ben je van plan? Ik weet het niet. Misschien moet ik wel gaan werken. Heb je enige ervaring? Nou... Ik heb wel een paar diplomaatjes. En ik ben bepaald niet gespeend van capaciteiten. En ik ben dapper. Vivian, ik heb besloten om dit appartement te gaan kopen. Mm. En je zou me bijzonder gelukkig maken als jij hier zou willen blijven wonen. Ja? Antoine? Ja, en trip, trip, trip op die verrukkelijke rode laarsjes van je. Oh, Antoine. Maar ja, zo pal na de dood van je echtgenoot. Ach, ik heb ook zwarte laarzen. Nou ja, ik weet dat ik ontzettend eenzaam was na de dood van mijn vrouw. Ja? En ik, dat... Nou ja, zou je er niet over willen nadenken? Je bent toch al bijna een lid van de familie. Oh, Vivian. Noem jij mij maar Bootsy. Oh. De begrafenisstoet vertrekt om klokslag 2 uur vanaf de kerk.
Oh, dan zijn wij wel klaar, hoor. Je beleeft er meer plezier aan na de begrafenis. Zeggen ze. Zo, het geld stroomt binnen en alle zaken gaan weer voortreffen. Hallo? Louise? Weet u dat zeker? Ogenblikje, alstublieft. Maître Boulouche wil Louise spreken. Louise? Ja, wat dacht je? Denk je? Iemand moet toch alles erven? Ja, Louise. De zachtmoedigen zullen erven. Tja, de zachtmoedigen. De schijnheiligen zult u bedoelen. Louise, Maître Boulouche wil je spreken. Maître Boulouche, mij? Ja, dat zegt ze toch. Hallo, wie wil u spreken? Ja, dat ben ik, ja. Waarover willen wij spreken? Oh, donderdag om 10:00. Ja, natuurlijk, tot donderdag. Dag, meneer. Hij wil mij spreken. Hij noemde mij Madame Billadou. Nou, dat is jaren geleden sinds iemand mij zo noemde. Wat had hij te zeggen? Dat ik de enige... De enige wat? De enige echte naam was. De enige echte naam, mens. De enige erfgenaam, zul je bedoelen. De enige erfgenaam. Hoe bedoelt u? Precies wat ik zeg. Je erft alles. Alles? En het meubilair? En de schilderijen? En dat prachtige landgoed in Cannes. Oh, mijn mooie appartement. Wat dacht je van die schitterende, zeldzame boeken hier achter me? En de kleurentelevisie. Ook. De cheque is in de bank. Ja. Oh, arme papa. Arme papa? Arme papa heeft jou onterfd. Wat zeg je? Mij onterfd? Ja. Vivian! Vivian! Ik wil mijn kostbare pistolen terug. Jammer, Louise. Louise, voor jou ben ik Madame Billadou.